Welkom bij de video van de allereerste paragraaf van ons boek. De paragraaf die heet Het leven van jager-verzamelaars. En nou ja, iedere video zal hetzelfde beginnen als nu deze dia begint. Iedere keer zal die er hetzelfde uitzien. De titel van de paragraaf dus in het midden. Rechtsboven in de hoek het symbool van het tijdvak. In dit geval dus de tijd van jagers en boeren, het eerste tijdvak. Het eerste hoofdstuk ook van ons boek. En onder de titel van de paragraaf zal altijd het kenmerkend aspect komen te staan. En dat is wel even belangrijk om even bij stil te staan. Want wat is dat kenmerkend aspect precies? Het kenmerkend aspect is eigenlijk een soort beschrijving van de paragraaf. Een soort hele korte samenvatting eigenlijk. In dit geval heet de paragraaf dus het leven van jagers-verzamelaars. En het kenmerkend aspect dat erbij hoort is, ja, het lijkt er ook heel erg op, de levenswijze van jager-verzamelaars. Nou ja, deze video's die zijn eigenlijk gemaakt op basis van het boek Geschiedenis Werkplaats. Maar er zijn ook heel veel HAVO-VWO-leerlingen die andere boeken gebruiken op hun school. En dan kun je in principe ook gewoon deze video's bekijken, want ieder geschiedenisboek, hoewel het misschien anders is ingedeeld, zal in Nederland gebruik maken van die kenmerkende aspecten. Die moet je namelijk kennen. En die zijn overal hetzelfde. Van het kenmerkend aspect, ja, dat moet je eigenlijk gewoon uit kunnen leggen. Je moet uit kunnen leggen wat ermee bedoeld wordt. Je moet er voorbeelden van kunnen geven. Je moet dat kenmerkend aspect bijvoorbeeld herkennen als je een brontekst of een afbeelding krijgt. Dat soort zaken. Dus het kenmerkend aspect moet je altijd even bij stilstaan. Oké, maar we zullen nu maar eens gewoon gaan kijken naar het leven van die jager-verzamelaars. We zitten aan het begin eigenlijk van de menselijke geschiedenis. En daar weten we eigenlijk helemaal niet zoveel van af. We hebben daar maar heel weinig bronnen over. En de bronnen die we hebben, ja, dat zijn de volgende bijvoorbeeld. Dat zijn stenen beeldjes. Dat zijn grotschilderingen. En dat zijn allerlei overblijfselen van voorwerpen die gebruikt zijn door die jager-verzamelaars. Deze periode beslaat echt een heel lange tijd. De langste tijd eigenlijk van de menselijke geschiedenis. Hoewel die tijd heel erg lang duurt, weten we er eigenlijk het minste van. Waarom dus? Nou ja, omdat we daar niet zo heel veel bronnen van hebben. En de bronnen die we hebben, die zeggen ons niet zoveel. Want ja, die bronnen die zijn ongeschreven en ze zijn primair. En vooral dat ongeschrevene, dat maakt het lastig om nou echt iets te weten te komen over wat die jager en die verzamelaars, wat die nou eigenlijk dachten. Want die jagers en die verzamelaars, die leefden in een tijd waarin het schrift nog niet was uitgevonden. En dan bedoel ik niet het schrift waarin je bijvoorbeeld je huiswerk maakt, maar schrift in de zin van letters. De jagers en verzamelaars hadden nog geen behoefte om te schrijven. En ze hadden dus ook geen schrift nodig. En ze, ja, het was er dus ook gewoon niet. Daardoor weten we dus ook niet wat er bijvoorbeeld bedoeld wordt met dat beeldje linksbovenaan. Want er is nooit een handleiding of iets geschreven voor dat beeldje waar het voor bedoeld zou kunnen zijn. We gokken door de vormen dat het voor een of ander vruchtbaarheidsritueel gebruikt zou zijn, maar we weten het niet. Hetzelfde geldt voor die rotsschildering daar in het midden. We zien een jachttafereel afgebeeld. Maar wat er precies de bedoeling van is geweest, waarom dat zo afgebeeld moest worden, dat weten we niet, want er is nooit over geschreven. En we kunnen uiteraard ook niet die mensen meer vragen, want die zijn allemaal dood. En die tijd van de jagers en die verzamelaars, die speelt dus voor de tijd dat het schrift wordt uitgevonden, waarin er alleen nog maar ongeschreven bronnen zijn. En die tijd noemen wij ook wel de prehistorie. Historie betekent geschiedenis en pre betekent voor. En dit is eigenlijk de tijd dus, de prehistorie, de tijd voor de geschiedenis. Dat moet je niet zo letterlijk nemen, want dat is heel raar natuurlijk. Uiteraard is het ook, verleden is het ook allemaal gebeurd. Maar het is niet de geschiedenis die wij echt heel veel zullen gaan bestuderen. Want wij bestuderen de geschiedenis vooral op basis van geschreven bronnen. Want dan weten wij namelijk wat mensen dachten en wat mensen vonden. En ja, dat weten we van die jagers en die verzamelaars dus niet. Het zijn alleen maar ongeschreven bronnen en dat maakt het dus erg lastig. Het zijn wel allemaal primaire bronnen. En dat haal ik ook nog even terug. Wat zijn primaire bronnen? Primaire bronnen zijn bronnen die uit de tijd zelf komen. En dat blijkt ook uit alle drie de voorbeelden die je daarboven ziet. Dat zijn allemaal bronnen die in de tijd van de jagers en die verzamelaars gemaakt zijn. En die door de jagers en die verzamelaars gebruikt zijn. Het zijn dus ook bronnen uit de eerste hand, om het zo maar eens te zeggen. Bronnen die gemaakt zijn door mensen die het zelf meegemaakt hebben. Ooggetuigen bijvoorbeeld, of mensen die daarmee gewerkt hebben. Oké, we weten dus nog steeds niet veel van die jagers en die verzamelaars, maar wat weten we dan wel? Nou, het belangrijkste weten we, en dat is hun middel van bestaan.
En dat is jagen en verzamelen. En dat is logisch natuurlijk, dat jagers en verzamelaars dat die jagen en verzamelen. Maar ik ga eerst even stilstaan bij dat begrip middel van bestaan. Want een middel van bestaan is heel belangrijk als je de menselijke geschiedenis wil bestuderen. Middelen van bestaan bepalen voor een heel groot deel de manier van leven van mensen. En een middel van bestaan is dan ook een manier om in leven te blijven. Hoe komt men aan zijn voedsel? Hoe komt men aan zijn inkomen? Nou, die mensen in de prehistorie, die deden dat dus door middel van te jagen en te verzamelen. Ze joegen op allerlei beesten en ze verzamelden allerlei eetbare planten en vruchten. En dit middel van bestaan, jagen en verzamelen, zorgt er dus ook voor dat zij op een bepaalde manier leefden. Maar daar zal ik dadelijk even op terugkomen. Want een middel van bestaan bepaalt ook altijd de soort samenleving waarin men leeft. En het samenlevingstype van de jagers-verzamelaars is dus een samenleving van jagers-verzamelaars. Ja, het klinkt heel suf, maar we hebben er gewoon even niet een beter woord voor. Je ziet dat ik dat dik gedrukt heb. Dat komt omdat in ons boek Geschiedenis Werkplaats het ook een begrip is dat je in de begrippenlijst terug kunt vinden. Maar middel van bestaan is dus een belangrijk begrip, want dat geeft aan hoe mensen aan hun voedsel kwamen, hoe ze in leven bleven. En dat bepaalt dus ook voor een groot deel hoe de samenleving eruit ziet. En een samenleving, een ander woord daarvoor is maatschappij. En dat is eigenlijk een bevolking die een sociaal geheel vormt. Die dus een bepaalde groep vormen, die samenleven. En die dus samen ook de groep het land maken. Zo'n samenleving of maatschappij die kent eigenlijk verschillende onderdelen of aspecten, of hoe je het ook wilt noemen. En de geschiedenis of een samenleving kun je dus vanuit verschillende invalshoeken bestuderen. Je kunt kijken naar de politiek. Je kunt kijken naar de economie. Er zijn allerlei sociale gebeurtenissen. En je kunt kijken naar de cultuur van een bepaalde samenleving. Nou, het zijn begrippen die je allemaal wel eens voorbij hebt zien komen. Maar we gaan er toch nog even goed naar kijken, want dit zijn eigenlijk de bouwstenen van de samenleving. En dus ook de bouwstenen van de geschiedenis. Wat houdt politiek in? Politiek heeft altijd te maken met de vraag, hoe wordt de samenleving bestuurd? Wie heeft de macht in handen? En op wat voor manier wordt die macht uitgeoefend? Politiek kan overigens ook nog te maken hebben met de relatie tussen verschillende bestuurssystemen, dus tussen verschillende landen of verschillende rijken bijvoorbeeld. De economie. Bij de economie staat de volgende vraag centraal. Wat zijn de middelen van bestaan? Waar leven mensen dus van? Sociaal is misschien een beetje lastig. Sociaal daarmee wordt bedoeld hoe de verhoudingen in de bevolking zijn. Hoe liggen de verhoudingen tussen arm en rijk bijvoorbeeld, tussen man en vrouw? Leven mensen in grote groepen of juist in kleine? Het zijn allemaal vragen die met sociale aspecten te maken hebben. En dan de cultuur als laatste. Ja, die vraag die daarbij past is, wat denken en voelen de mensen en hoe uiten zij dit? En dan heb je dus bijvoorbeeld over geloof, religie, maar ook over kunst of wetenschap. Die ideeën dus die mensen hebben. En de samenleving bestaat dus uit deze vier bouwstenen. En deze vier zaken, die samenleving, die wordt vooral bepaald door het heersende middel van bestaan. En daar gaan we nu even naar kijken als laatste bij die jagers en die verzamelaars. Want hoe ziet die er dan uit? Nou ja, ik pak weer even die aspecten. Omdat die jagers en die verzamelaars alleen maar jagen en verzamelen, ziet hun samenleving er op een bepaalde manier uit. Hun middel van bestaan is dus het jagen op beesten en het verzamelen van eetbare vruchten en planten. Op politiek gebied houdt dat in dat er eigenlijk in die tijd nauwelijks sprake is van een georganiseerd bestuur. Jagers en verzamelaars kunnen niet in grote groepen samenleven, omdat ze vaak niet genoeg voedsel kunnen vinden. En daarom wonen ze vaak in hele kleine groepen. Bovendien kunnen zij door deze manier van leven, door dit middel van bestaan, niet op één vaste plek blijven wonen. Want op een gegeven moment dan zijn alle beesten in een bepaald bos die zijn gedood, of alle eetbare planten die zijn geplukt, dus dan moeten zij verder trekken. En dat betekent dat ze dus geen vaste woonplaats hebben, geen sedentaire leefwijze hebben, maar dat ze een nomadische leefwijze hebben. Jagers en verzamelaars die trekken rond, van gebied naar gebied, steeds weer op zoek naar nieuw voedsel. Ja, dat zorgt er dus voor dat de groepen klein blijven en dat er dus geen echt bestuur nodig is. Uiteraard zal wel iemand de baas zijn, maar dat bestuur wordt niet echt georganiseerd. Oké, hoe zijn de sociale verhoudingen bij die jagers en die verzamelaars? Nou ja, wat daar vooral opvalt, zijn dus hele kleine groepen
En het grootste sociaal verschil bestaat uit de verschillen tussen mannen en vrouwen. Er is een heel strikte rolverdeling. De mannen waren vooral de jagers en de vrouwen waren vooral de verzamelaars van het voedsel. En die zorgden ook vaak voor de opvoeding van de kinderen. Op cultureel gebied, ja, wat kunnen we daar dan van zeggen van die jagers en die verzamelaars? Ook niet zoveel. Wat we in ieder geval weten, is dat er allerlei magische jacht- en vruchtbaarheidsrituelen waren. Tenminste, dat denken we. Nogmaals, we hebben geen geschreven bronnen, maar denk even terug aan de afbeelding van dat stenen beeldje van die vrouw. Of denk even terug aan die afbeelding van die grotschildering. Ja, dat zal iets te maken hebben met magische rituelen. Maar hoe het precies zit, ja, daar kunnen we alleen maar naar gissen.